6. Vandaag staat er een excursie naar een gletsjer op het programma. Het weer is vandaag wat minder, maar dat mag de pret niet drukken. We konden naar boven lopen of voor 25 euro per persoon met een soort van jeepje naar boven gaan. Het laatste eindje moesten we nog een klein stukje lopen. Het was soms best wel steil naar boven, maar het jeepje had er geen moeite mee. Ingepakt voor het kleine beetje regen en wat natte sneeuw kwamen we na 15 minuten boven. Nog even een kort wandelingetje en daar kwam dan het restant van de gletsjer in zicht. Helaas half in de wolken. Maar de omringende stilte en de grootsheid straalden er wel vanaf. Nog wat foto's genomen, ook van de andere medereizigers, en toen weer naar beneden met het jeepje. Beneden in het restaurant, even opgewarmd met koffie. Terug naar ons hotel in Strien, waar we van een vrije middag konden genieten. Dag 7. Op dag 7 gingen we naar het Keiranger-fjord. Onderweg lag er veel sneeuw. Er lag zelfs een vers pak sneeuw in dikke lagen op de bomen.
We kwamen aan bij de boot waarmee we een boottocht over het Geiranger Fjord gingen maken. Na de ijstijd lieten de gletsjers in Noorwegen prachtige fjorden achter. Het Geiranger Fjord is een fjord in de regio Sunnmøre in het zuidwestelijke deel van Noorwegen en ligt ongeveer 100 kilometer van de stad Ålesund. Het Geiranger Fjord is een 15 kilometer lange tak van de Storfjord. Geiranger Fjord is ook een van de meest toeristische bezienswaardigheden van Noorwegen. Het wordt ook wel de parel in de kroon van de fjorden van het Hoge Noorden genoemd. Sinds 2005 staat de Geiranger Fjord zelfs op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het water dat door de Geiranger Fjord loopt is tot wel eens 260 meter diep en de steile bergwanden langs het fjord zijn tot wel 800 meter hoog. Noorwegen heeft veel prachtige fjorden. We werden onderweg geattendeerd op diverse bezienswaardigheden, zoals de grootste watervallen, de Zeven Zusters. Ook hier en daar is in de steile bergwanden een huis te zien, welke nog steeds bewoond worden. Deze mensen zitten bijna geheel geïsoleerd van de buitenwereld. Je moet hier maar willen wonen en er tegen kunnen. Aan het eind van dit fjord ligt het plaatsje Geiranger. Deze toeristische trekpleister verwelkomt ieder jaar veel toeristen van over de hele wereld en zij genieten alle van de schitterende omgeving. Inmiddels aangekomen in het plaatsje Geiranger en daar hebben we wat geluncht. Een vriendelijk plaatsje waar het in de zomer best wel druk kan zijn. Daarna nog een rondrit in de buurt op weg naar een prachtig uitkijkpunt bovenop de berg. Het heeft hier flink gesneeuwd en er ligt voldoende om een sneeuwpop van te maken. Die hebben we dan ook met z'n allen gemaakt en dit ging gepaard met veel lol natuurlijk. Een wortel en een muts doen wonderen met zo'n sneeuwpop. Thank you.
jou. Hoe heet ze? Fella en Jen. Oh ja. Die lacht er gewoon. Gooi maar. Ja, gooi maar. Ik zag hem aankomen, hè? Ja. Ja. Dag 8. We nemen afscheid van de plaats Strien en vertrekken weer in de richting van Oslo. We maken een korte stop bij een watervalletje om even te ontspannen. De Netgang Øvstebro Foss. Het weer is niet zo goed vandaag. Veel sneeuw onderweg. Zo erg dat zelfs de weg dicht begon te sneeuwen. Het bleef aardig liggen. Zelfs op de weg waren er behoorlijk gladde plekken. Maar het zag er wel prachtig uit. Maar ook een beetje vervelend voor de buschauffeur om hier te rijden. Maar wel weer leuk om dit ook nog mee te maken tijdens deze veelzijdige vakantie. Dan gaan we lunchen, dan gaan we zo doen. Die dan maar. Ja, ik weet wel waar ik lig. Oh, hier. Ik zit er vandaag. Halverwege de reis houden we onze lunchpauze in de plaats Leum. In deze plaats staat een grote oude staafkerk waar we een kijkje gaan nemen. Ook deze staafkerk was niet open. Misschien zijn we toch iets te vroeg in het seizoen. Ook dit exemplaar was een behoorlijk grote kerk en alles van hout opgetrokken. Wel konden we er wel omheen lopen en wat foto's maken. Ons was verteld dat hier de beste bakker van Noorwegen zit. Maar de bakkerij was moeilijk te vinden. Maar uiteindelijk toch gelukt en we hebben daar lekkere broodjes gekocht. Verder gaan we langs de Olympische springschansen van Lillehammer. Als je daar onderaan de schans staat, zie je pas hoe hoog zo'n springschans in het echt is. Even daar rondgelopen. Het was een flitsend bezoek, te meer omdat er niet... Steken.
Verder onderweg naar Oslo ook nog even in Hamar bezig kijken bij de Vikingschaatsbaan. De vorm van dit ijsstadion ziet eruit als een omgekeerde Vikingboot. Leuk om gezien te hebben. Dag 9. Op weg naar Denemarken, waar we weer een nachtje overblijven in het Airport Hotel in Kopenhagen. De reis ging door Zweden en vandaag hebben we niet veel bijzonders gedaan. Niets dan alleen maar reizen en nog eens reizen. Met af en toe een pauze tussendoor om de benen te strekken en even wat te bewegen. Heel veel wachten. De enige afwisseling was de onderbreking met het overvaren van Helsingborg naar Helsingør. We hebben heel wat veerponten gehad in deze vakantie. Morgen de laatste overtocht met een veerboot van Rødby naar Puttgarden in Duitsland. Dag 10. Vandaag gaan we weer in de richting van Nederland. Zout. Zie je? Zout. Zout in de pap. Ik hoop dat jullie genoten hebben van al het moois wat wij in Noorwegen hebben gezien. En ik denk dat jullie echt wel van geluk mogen spreken. Gezien de weersomstandigheden die wij hebben meegemaakt daar. Want niet iedereen kan zeggen dat ze Noorwegen op deze manier hebben gezien. Ik vond jullie een geweldige en gezellige groep. Het is voor mij ook altijd maar afwachten wie jullie zijn. Het is mij niet tegengevallen. Waarvoor dank jullie wel. Af en toe een korte stop gemaakt en om 5:30 kwamen we in Didam aan. Ons eindpunt van de reis naar Noorwegen. Daar hebben we van alle medepassagiers afscheid genomen. Het was een boeiende, maar vooral ook prachtige reis die wij iedereen kunnen aanbevelen. Fijne en gezellige medepassagiers in de bus, die hebben ook meegewerkt aan het slagen van deze reis. Na nog onze chauffeur Dennis Stam met een kort woordje in de bus bedankt te hebben voor zijn goede zorgen voor ons, maar vooral ook voor zijn prettige en rustige manier van rijden, sluiten we deze reis af. Op naar de volgende reis.